Gegroet, stelletje naakte nudisten. En welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario Party. Met vandaag de mijn van King Bob Omb. Ik heb voor jullie een kleine vraag. Welke van deze vier personages ben ik? Het is een beetje zo'n CITO-toets. Welke van deze vier hoort niet in het rijtje thuis? Monty Mol, want hij is een gigantische motherfucker. Nee, ik ben natuurlijk Bowser, die letterlijk groter is dan alle andere personages bij elkaar. Normaal gesproken in Mario Party ben ik altijd Wario, maar in deze game heeft ieder personage zijn eigen dobbelsteen. En het leek mij wel leuk om daar een klein beetje mee te spelen. En Bowser, die heeft de meest extreme dobbelsteen van allemaal. Hij kan gooien 8, 9, 10, min geld 1. Oftewel, je hebt 50% kans om heel erg ver vooruit te schieten en 50% kans om te staan waar je ongeveer staat en ook nog eens een hoop geld te verliezen. Het is een beetje een strategie van go hard or go home. Is dat een strategie waar je mee gaat winnen? Waarschijnlijk niet. Je ziet het in deze aflevering. Even kijken, jullie zijn toch voor het eerst... Ja, kom maar op met een uitleg. Deze mijn zit vol gevaren. Echt bordenvol. Welke gevaren, wil je weten? Nou, de bom-oms vallen graag aan om je voortgang af te remmen. En in het midden ontmoet je het allergrootste gevaar. De besnorde lastpost zelf. King Bob Omb. Niet dat er wat mis is met snorren. Wiens gigantische gat is dit? Mijn gat. Wat? Redelijk enthousiast over je anus. Ik heb een koninklijk gevoel voor humor. En het is wel zo eerlijk dat ik je waarschuw dat als deze aftelklok 0 bereikt, er iets akeligs gebeurt. Nou ja, ik kan het ook wel gewoon zeggen. Dan vindt er een enorme explosie plaats. Wie had dat verwacht? Dat als de bom klaar is met aftellen, dat die dan ontploft. Hij is er zelf ook heel enthousiast over, het feit dat hij sterft. Super tof. Wat? Dat is afschuwelijk. Nou, het lijkt erop dat dit avontuur ineens enorm gevaarlijk is geworden. De ultieme plek voor een feestje. Kennen jullie de regels al? Oh, alsjeblieft. Ik wil ze niet nog een keer horen, Toad. Dat is goed zo. Oké, laten we dobbelen om de volgorde te bepalen. Raw! Kijk eens aan. Zo doen we dat. Ik ga gewoon de hele game lang alleen maar 10 gooien. Wordt fucking vet. Bowser mag beginnen. Shy Guy gaat als tweede. Fantastisch. Monty Mol mag als derde en als allerlaatste de altijd blije Goomba. High five. Oh wacht, je hebt geen armen. Arme Goomba. We gaan meteen door naar de gare verhalen. Je vraagt je vast al 3 minuten lang af waarom ik je een naakte nudist noemde. Nou, ik zag dus vandaag een vraag waardoor ik redelijk na moest denken over het leven. Iemand stelde de vraag... Wat is de verste afstand dat jij ooit van je kleren verwijderd bent? Als je erover nadenkt, in je leven zijn kleren altijd heel dichtbij je. Het grootste deel van de dag draag je waarschijnlijk kleren. Zitten ze een paar millimeter van je lichaam af. Als je gaat douchen, liggen je kleren meestal ergens in de buurt van de douche. Als je gaat slapen, liggen je kleren meestal ergens naast je bed. Ik ben oprecht benieuwd wat de langste afstand is dat ik zeg maar naakt ben geweest met mijn kleren in de verte. Als je echt een goede afstand wil, moet je haast al een situatie hebben waar mensen zeg maar, waar je naakt bent en mensen vervolgens je kleren stelen. Dat helpt goed. Yes! Dit is de beste eerste beurt ooit. Oh man. Ik kan niet wachten op de rest van het potje. Dus ja, laat meteen even weten, kijker. Wat is de verste afstand? Ik zie nu al voor me hoe mensen in de reacties lezen van... Oh, nou, de meeste mensen zitten op een paar meter. Weet je wat? Ik ga even gauw al mijn kleren uitdoen. En dan ren ik gewoon even door de straat heen. Dan kan ik reageren dat ik een paar 100 meter had. Nou, jullie weer. Telt een handdoek voor je geslachtsdeel als kleding? Dan verbreek ik al jullie records. Vecht mij. Yoshi is nu je partner. Fuck, ik wil ook een partner. Dat zou echt heel fijn zijn voor meters maken en zo. Ja, vooral niet min 3 geld gooien. Helpt wel redelijk als een strategie dingetje. Oh, fucking Monty Mol. Ik haat je met letterlijk iedere vezel van mijn lichaam ooit. Oeh, speciale gebeurtenis. Ik neem aan dat die af... Yes, oh, dat is wel echt vet gedaan. Het hele design van dit level is best wel cool. Kom op, Goomba. Laat die bom ontploffen. Dak gaat eraf, precies.
3, dat is denk ik een... Ja? Oh nee, net niet. Spijtig, spijtig, spijtig. Ik hoop dat ergens in dit potje die bom nog afgaat. Dus moet even iets heel goed hopen, denk ik. Iedereen voor zichzelf. Prima. Ik had vandaag iets gelezen over de originele bedenker van Pokémon. Ik neem aan dat dat de man was die de manga schreef. Ik geloof dat je eerst de Pokémon boekjes had. Toen de serie. Toen het kaartspel. Toen de games. Ik weet niet 100% zeker. Dit is wel leuk. Je moet dus zo goed mogelijk op de foto staan. Door andere mensen weg te beuken. Nou, ik kan redelijk goed in beeld staan. Oké. Dat is best wel leuk eigenlijk. Oké, dat gaan we wel proberen. Je kan ook nog eens slaan, geloof ik. Ja, dat kan. Prima. Ik denk gewoon last minute iedereen wegbeuken met mijn mega lichaam. Oprotten! Nee! Ik sta er soort van op. 1 puntje voor mij. Nou, ik vind het wel een leuke minigame. In ieder geval, de originele bedenker van Pokémon. Ja. De originele bedenker van Pokémon is geloof ik overleden voordat Pokémon ooit tot een einde is gekomen. Het gaat ook al gigantisch. Voor mij win ik gewoon echt omdat ik zo groot ben. Pokémon gaat ook al gigantisch lang door, maar misschien is het beter dat hij is overleden. Het klinkt een beetje gemeen, maar... was een verhaal dat eronder ging dat hij wilde dat het oorspronkelijke einde van Pokémon zou zijn. Dat Ash een oude man is. Prima. Dat hij een oude man is. En dat blijkt dat die Pokémons de hele tijd gewoon in zijn hoofd zaten. En dat hij helemaal geen Pokémon meester is. Ik geloof dat er ook een man was die de Harry Potter films wilde regisseren, de laatste. En die hebben ze afgewezen, want hij wilde dat Harry Potter zou eindigen. Dat Harry gewoon weer onder de trap zit. En dat eigenlijk is het idee van Harry Potter gewoon dat hij verschrikkelijk mishandeld werd door zijn oom en tante. En dat hij gewoon bedacht had dat hij een tovenaar was. Maar eigenlijk heeft hij nooit op Zwijnstein gezeten en heeft Voldemort nooit bestaan. En was het allemaal maar een droom. Idem dus voor Pokémon. Het is een soort hele irritante cliché die net iets te weinig gemaakt wordt. Ik wil dat meer fantastische series opeens eindigen met fuck jullie kijkers. Het was allemaal maar een droom. Game of Thrones, het kan nog. Het kan nog. We kunnen Game of Thrones nog eindigen met het was allemaal maar een droom. Nou, je hebt vast niet 2 keer pech achter elkaar. Let's go! Raw! Fuck yes. Nou, gemiddeld heb je alsnog 5 gegooid dan 2 beurten lang. Dat is helemaal prima. Even kijken, waar is deze ster die ik eigenlijk aan het zoeken ben? Even gauw het bord bekijken, ja? We gaan sowieso geen rondjes lopen, dus dan gaan we gewoon die kant op. Komen we eens langs de shop. En dan moet je dus helemaal zo. Oké. Dat is prima, gaan we lekker die kant op, ja? En dan wel even omhoog, ja, alsjeblieft. Laten we dat wel even doen. Kan ik hier een gouden pijp kopen, toevallig? Wel een turbootje erop. Ja, ik wil wel graag even een beetje snel gaan, dat zelfs al gooi ik 0, dat ik toch nog die plus 5 krijg. Dat gaat me wel goed helpen. Helemaal dikke, vette Gucci, prima. En voor de rest heb ik vandaag het meest smerige gerecht ooit gevonden. Ik weet het wel op de basisschool. Oh, is dat een coin? Geef me een ster. Scheelde weinig. Alsnog 10 munten of zo? 7, ook prima. Ik weet het wel op de basisschool. Hadden we 1 keer per jaar kerstdiner. Ik weet niet of het nog steeds een ding is op veel basisscholen, maar dan gingen we gewoon allemaal als kindjes netjes verkleed. Op school, in het lokaal, lichten uit, kaarsjes aan, gingen we met z'n allen een kerstdineetje doen. Kerstbrood en allemaal willekeurig troep. En ik weet toen nog dat dit was de eerste keer dat ik echt met al mijn klasgenoten aan het eten was. En er was een klasgenootje van mij die at een broodje met mayo. Niet als in een broodje met iets en dan mayo. Nee, gewoon boterham, mayonaise erop. Yum, yum, yum. En ik vond dat toen redelijk smerig. Nou, blijkbaar is dit gewoon keihard geïnspireerd op de grote depressie in Amerika. Zeg maar 1930, toen de hele economische crisis misschien wel een stukje heftiger was dan een tijdje geleden. En toen hadden heel veel mensen, ja, fucking veel honger. En ze wilden graag toch eiwitten hebben. Dus wat ze toen deden, was ze maakten een broodje met pindakaas en mayonaise. Om toch nog een beetje iets van eiwitten binnen te krijgen. Je zou hem een keer kunnen maken. Ik zie nu voor me hoe mensen deze video kijken. Naakt met een broodje mayonaise. Dit is niet hoe ik wil dat mijn kijkers zich gedragen. Maar toch leuk. Doe er wat leuks mee. Please gooi 1 of 3. Kom op. 1 of 3. 3. Haha. De bom telt verder af. Nice. Ik vond het gewoon een interessante dietaire keuze. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarover te zeggen heb. En we gaan er meer om over hebben. Oh ja, ik had afgelopen week een artikel gevonden. Dat heette... Ik probeerde de nationale verkiezingen te saboteren. Komma, ging best aardig. Het ging over hoe vandaag de dag Facebook en fake news en dat soort dingen best wel heftig kunnen worden. Deze minigame is moeilijk. We moeten hem slaan.
Dus ik mag ze maar deze robotarmen bedienen. En die andere gasten moeten dan slaan. Maar als ze slaan, kan ik niet bewegen van links naar rechts. Dan moet ik proberen Goomba te mappen. Dat is echt heel grappig. Alleen meestal wint de één wel. Dat is redelijk goed te doen. Maar we hebben het nu te pakken. Oké. In ieder geval, dit was een artikel waar ze dus lieten zien hoe Facebook dus echt gebruikt kan worden voor politieke doeleinden. En de manier waarop was zo slim. Ze hadden een advertentie gemaakt, een Facebook-advertentie met... Hey, bij jou in de buurt zijn de stembussen dicht, er is een elektronische storing of iets in die richting. Gewoon een goed excuus waarom de stembussen dicht... Sla! Yes! Waarom de stembussen dicht zouden moeten zijn. Op Facebook kun je heel specifiek targeten. Je kan gewoon zeggen, oh, mensen die deze Facebookpagina leuk vinden, alleen die krijgen mijn advertentie alleen op de dag van de verkiezingen. Voor de high five krijg je trouwens extra geld. Best wel cool. Dus die gasten hadden gewoon een advertentie gemaakt die alleen ging naar mensen die fan waren van de VVD. Die kregen dan op de dag van de verkiezingen een melding met, hey, je kan vandaag niet stemmen, blijf lekker thuis. En natuurlijk, heel veel mensen zien die advertentie en denken gewoon, ja, zal wel. Zo werkt de democratie toch niet, dat een paar mensen gewoon, nee, sorry, stembus doet het niet, zoek het maar uit. Of je moet heel ver gaan reizen om te gaan stemmen. Maar als een kleine fractie van de mensen dat al gelooft, kun je echt heel makkelijk met een paar honderd euro gewoon een paar zetels verschuiven. En dat is ook dat werk. Facebook accepteerde die reclame ook. Facebook moet goedkeuren. En blijkbaar als Facebook een reclame keurt, checken ze gewoon vooral, zit er naaktheid in, maar... Gewoon hele verkiezingen saboteren via Facebook. Dat is geen probleem. Net zoals hoeveel... moeten ze 8 blokjes van de ster af, zag ik net. Dan kunnen we misschien beter een normaal dobbelblok doen. Alhoewel, met een normaal dobbelblok heb je zeg maar 1, 2, 3. Oh nee, heb ik zeg maar 4 manieren om af te gooien. Dus dan hebben we 2/3 kans. Dat is ietsje beter. Roar! Lekker pik. Sterretje voor ons. Ik vind het wel een lekker mappie zo hoor. Gaat goed. Hey Toadette, mooie dame van me. Je bent er, goed gedaan. Jullie dachten vast dat ik in de eerste beurt 0 gooide. Dit wordt een verschrikkelijke strategie. Nou, het valt tot nu toe best wel mee. Als een idee. En dus ja, blijkbaar kan je redelijk makkelijk via heel erg gefocuste dingen. Maar dat is zo handig dat Facebook adverteren op die manier. Je kan bijvoorbeeld kijken naar mensen die sinds een paar maanden een Facebookpagina van een rijschool volgen. En precies bij die mensen auto's gaan adverteren. Dat zijn mensen die waarschijnlijk heel snel hun rijbewijs hebben. En dat zijn nou precies de mensen die zeggen, hey, tweedehands autootje kopen. Dat is zo fucking chill aan adverteren op het internet. Op televisie krijg je zoveel reclames. Ik zie wel eens reclames voor videogames op televisie, gewoon op RTL. Ik denk, 90% van de mensen die dit kijken, hebben niet eens PlayStation of een computer of hebben ooit een game gespeeld. We kunnen geld of sterren stelen. Nice. Nou, dan gewoon munten stelen. Niemand anders heeft een ster. Dan toch gewoon van de Shy Guy. Nee, fuck it. Stel geld van Monty Mol. Ik heb een tering mee van die gast. Hij is een bedreiging voor de Nederlandse maatschappij. Kijk eens aan. 7 munten afgepakt, zoals het hoort. Oh, voor de rest nog wel leuk. De wetenschappelijke naam van de zwaardvis, ik heb het hier eens goed bestaan, is Xiphias gladius. Best wel een coole wetenschappelijke naam ook, Xiphias gladius. Vooral omdat Xiphias is Grieks voor zwaard en gladius is Latijn voor zwaard. Dus eigenlijk is de naam, wetenschappelijke naam van de zwaardvis, zwaard. Net zoals natuurlijk de westelijke laaglandgorilla, wiens wetenschappelijke naam gorilla is. Iedereen legt munt in de pot en dan strijdt iedereen erom in een vibratie minigame. Deze minigames zijn zo kut. Ik vind ze echt verschrikkelijk. Druk snel op de knop in een vibratiestrijd. Hopelijk gaan we weer de ballonnen oppompen, die zijn best goed te doen. 15 munten. Nice, dat heb ik wel eigenlijk. Dat is wel balen. Ik vind het leuker als ik geen geld heb, maar de rest wel. 50 munten op het spel, oké. Okay. Oh, je moet gewoon snel mogelijk drukken. Haha! Oh, grappig. Het is gewoon een reactietijd dingetje. 0,28 seconden. Ik geloof dat de gemiddelde reactietijd van de mens is 0,3. Als je een beetje je best doet. Dus, ik geloof dat ze wel eens onderzoek hebben gedaan. Als je wat heel veel cocaïne gaat snuiven, waar je toch best wel alert van schijnt te worden. Daar mag op gesnoven worden. Of je dan echt een beetje sneller kan reageren op dat soort dingen. Ze zijn er wel achter gekomen dat je er niet beter van gaat autorijden, volgens mij. Nogal agressief voornamelijk. Net zoals die bijen en hun dansjes. Ja, precies. Andere leuke vraag voor thuis. Hoe lezen blinde mensen? Als het goed is, heb je ooit een keer iets geleerd. Dan zeg je nou, blinde mensen die kunnen teksten lezen door middel van braille. En ten eerste, dat is waar. Ik ga dat niet ontkennen dat we... Oh nee, ik dacht dat hij een ster van me ging stelen, maar heeft helemaal geen geld voor je. En waarschijnlijk stelt hij wel munten van mij. Ja. Ik heb jouw munten moeten stelen. Vuil zwijn dat je er bent. Is het ook hoe meer munten je hebt, hoe meer ze er stelen? Maar dat valt wel mee.
In ieder geval, wat ik dus interessant vond, ik dacht altijd dat blinde mensen braille kunnen met de puntjes en dan kun je voelen en dan kun je lezen. Blijkbaar momenteel in Amerika 10% van de blinden kunnen braille lezen. Dat is echt heel weinig. Ik had verwacht dat als je blind bent, dat braille lezen wel zeg maar een ding is wat je dan doet. Vroeger was het ook maar 50%. Toen voornamelijk was het gewoon heel moeilijk om lessen te krijgen. Je moet echt privélessen hebben in het hele braille gebeuren. Nou, dit gaat omdraaien of zo? Ja, lachen. En dan komt er een bommetje op natuurlijk, of niet? Hoe werkt dit? Jouw beurt, Goomba. Je loopt wel een beetje achter, Pik. Ik heb geen idee waar de ster nu ligt. Oh, daar! Je loopt niet meer achter, Pik. Ik kan gewoon de ster pakken nu. Moet je wel vooruit, Goomba. Oh, we staan daar ook trouwens. Fucking chill. Die ster is gewoon voor mij, of niet? Haha, omdat hij 0 gooit. Gaat hij nu naar 2. Oh, I have to get out of there. Ik weet niet wat mijn plan is voor de volgende beurt, maar ik ga hem heel hard peren, denk ik. Maar vroeger was het dus 50%. Alsnog best weinig, maar vandaag een dag 10. Maar het heeft ook te maken dat, geloof ik, timing is geld in plaats van tijd is geld. Lachen. Moet je weer op een knopje drukken? Graai de meeste munten. Oh, gewoon met een dubbelsprong. Oké. Okay. Gewoon heel veel dubbelsprongen doen en hopen dat het een beetje lukt, denk ik. Of is het ook als je een bom hebt dat je dan moet stoppen met de minigame? Waarschijnlijk niet. Raw! Overwinning! Yes! Ik word echt fucking rijk hiervan, of niet? Oeps. Oh, min 8. Jeetje. Je verliest ook echt alles. Oké, dan is beeld gewoon wat doen niet het beste. Je moet gewoon iedere keer wachten tot die bom voorbij komt, denk ik. Oké, laat maar. Klaar. 0. En even mijn vrienden speelt Fortnite. Fantastisch. Ik heb zo meteen een vriend minder, denk ik. Oh man, dat was echt een matige minigame van mijn kant in ieder geval. Je kan niet altijd winnen, zeggen ze ook wel eens. Onveranderd. Ah, ik ben toch de rijkste, joh. Je kan niet altijd alle minigames winnen. Precies. Oké, hoeveel moet ik gooien voor die ster? Echt 2. Oh man. Aan de andere kant wil ik echt hoog gooien. Laat het toch even deze doen. Ik heb jammer genoeg geen voorwerp. Er is wel een hele hoge kans dat die bom zo meteen afgaat. Maar stiekem wil ik dat ook gewoon zien gebeuren. Doe maar het normale dobbelblok, alsjeblieft. Oh nee, wacht. We moeten omlopen, of niet? Oh, kan ik nog cancelen? Kut, het is 13 vakjes tot de ster. Laat maar, mijn leven. Oh, het is wel een item. Dat is prima. Als ik even hier iets van een goede dobbelsteen uithaal. Kijk. Volgende beurt is die ster van ons. Alleen, maken we echt zorgen om die bom. En hoe we er allemaal omheen staan te dansen. Misschien moet ik gewoon weg. Misschien raak je echt alles kwijt. Ik heb geen idee wat er gebeurt als dat ding ontploft. Dat is redelijk onhandig. Ik las vandaag iets over Marilyn Manson. Marilyn Manson is een redelijk interessante man. Een muzikant. Je kan hem misschien kennen van zijn cover van Sweet Dreams. Sweet Dreams, I'm made of this. Lekker nummertje. In ieder geval, toen op een gegeven moment een aantal school shootings kwamen, waar hele middelbare scholen overhoop werden geschoten, werd zijn muziek heel erg neergezet. Zijn demonische Satan-muziek neergezet als: ja, dit is de reden waarom kinderen aanslagen plegen. Door jouw muziek. En hij vond dat nogal een heftige statement. Dat heel veel mensen denk ik zo heftig tegen zijn muziek waren. Ik geloof dat op een gegeven moment de shooting, waarvan de meeste mensen zeiden: ja, dit komt door Marilyn Manson. Ik geloof dat die personen echt naar een heel ander genre muziek luisterden. En helemaal niet luisterden naar zijn muziek. Maar dan toch wel even daar de schuld aan geven. En Marilyn Manson heeft toen blijkbaar een heel artikel geschreven, wat ik had gelezen gisteren. Waar hij zijn mening gaf in dit hele gebeuren. En wat hij voornamelijk zei is: ja, het grootste probleem is momenteel gewoon dat die mensen die scholen overhoop schieten, die maken jullie tot een soort helden. Dat is oprecht gewoon waar. Op het moment dat er nu momenteel een aanslag is, dan gooi je weg die personen met een gigantisch verhaal en hoe ze zijn opgegroeid en dit en dit en dat. Op het moment dat mensen verschrikkelijke dingen doen, brengen we ze in de... Zoals Jos Brecht nu ook. Jos Brecht krijgt zoveel aandacht. Dus hij gewoon lijken... Zeg maar, als er jongeren zijn die al in staat zijn een school overhoop te schieten en die zien die andere jongens die al zoiets gedaan hebben, die zo erg in de media neer worden gezet als deze epische personages. Ja, dat is het echte verkeerde voorbeeld. En niet zozeer de muziek van de heer Manson. Oké, what the fuck is dit? Ik wou graag de ster hebben, maar... Ja, het schiet niet echt op zo. Die bom gaat wel ieder moment afgelopen. Goomba, die gaat ook weer op een bom staan. Oh, man. Please, mag ik weg hier? Alsjeblieft, ik wil weg hier. Niet best. Minigame voor 4 spelers, prima. Ja, gelukkig staan we echt allemaal op dit punt. De meeste zijn een heel rondje gelopen, andere een stuk minder. Bucket Bruin. Oké, ik heb deze geloof ik al een keer gedaan. Ik heb dit weekend bij Billy een beetje Mario Party gespeeld. Deze is erg leuk. Je hebt dus een blokje en je moet hem aan alle kanten bruin bakken. Dus voornamelijk door een beetje goed te gooien. En dan proberen alle hoekjes te bakken. Dat moet lukken. Of ik ga winnen is even een hele andere vraag. Maar het is in principe een minigame die ik zou moeten kunnen doen op...
op papier. Nu we toch bij een klein vuurtje zitten, kunnen we het wel gaan hebben over mijn favoriete Franse scheikundige. Namelijk Pilatre de Roger. Hij vroeg zich af of het gas waterstof. Zeg maar, tijdens de Franse revolutie waren een hele hoop rijke gasten, die verveelden zich en die gingen gewoon scheikunde en natuurkunde doen. Dat was eigenlijk een beetje hoe wetenschap begon, dan een soort hobby voor rijke mannen. En hij vroeg zich af, dit waterstof dat we laatst hebben ontdekt, is dat fuck, kut. Fuck! Heb ik hem nu? Nee, fuck. Fuck, yes! Hebben ze. Hij vroeg zich af, dit waterstofgas dat we laatst hebben ontdekt, is dat ontvlambaar? Kan dat branden in de lucht? Vandaag de dag weten we, ja, waterstof reageert met zuurstof, krijg je H2O. Maar toen was het nog één groot mysterie. Dus hij wilde eigenlijk weten, is waterstof brandbaar? En de manier om dat te doen was voor hem door het in te ademen. Gewoon via een ballonnetje of zo. Ballonnen ontstonden toen nog niet, maar iets van een gasfles of zo op zijn mond even inademen. Hij pakte een vlam en deed gewoon... Waardoor een gigantische steekvlam ontstond. En hij zijn wenkbrauw verloor is. Dit is echt iets wat in een cartoon zou gebeuren. Maar dit is daadwerkelijk hoe ontdekt is dat waterstof ontvlambaar was. Door het gewoon in te ademen en over een vlam uit te sproeien. Ik vond het best wel awesome in ieder geval. Even kijken, beurt nummer 5. Ga ik de ster pakken is een beetje de vraag. Hoeveel vakjes zit ik er vandaan? 8 vakjes. Oké, laten we sowieso gewoon even je schouder de paddenstoel gebruiken dan. En dan weer, denk ik, de normale dobbelstenen weer, toch? Dan moet ik dus 8. Dat is dan moet ik... Nee. Als ik 5 gooi, dan moet ik 5 of 6 gooien. Dan kan ik beter deze dobbelsteen doen. Heeft hogere kansen. En ik wil ook heel graag echt weg hier, dus. Maar stel ik gooi 1. En dan krijg ik er 3 bij. Dan is het zo 1... Ik weet niet of iedereen ook doodgaat als die bom ontploft. Of alleen de persoon die hem laat ontploffen. Zeg maar, dan is het 1, 2, 3... Oh, dat is prima. Oké. Ik ga als het goed is geen bom af laten gaan in ieder geval. Dat is belangrijk. Gooi 10, Rick. Kom op. Pak die ster. Raw. Kut. Fuck. Dat is niet hoe je die ster pakt. Goudmijn gok. Is dat het vakje? Ik wil eigenlijk wel oprecht heel graag weg hier. Want dit gaat zo meteen ontploffen. En iedereen gaat dood. Ik denk oprecht, aangezien de ster is toch niet voor mij weggelegd momenteel. Die gaat sowieso gepakt worden door Shy Guy. Laten we gewoon hierheen gaan. Volgens mij is het een pechpakje. Ja, hey. Er kunnen ook positieve dingen gebeuren op een pechpakje. Laten we daar gewoon even vooral op focussen. De positieve dingen op het pechpakje. Bowser! Het spijt me, maar ik moet u vragen om het roulettewiel te stoppen. Hé, Kamer, ik dacht dat je bij mij hoort. De ster beweegt. Oh, doe het. Please 5 munten. Oh, dat had erg gekund. Sorry, ik doe gewoon mijn werk. Prima. Ik ga echt dit potje verliezen bij de laatste paar sterren. Fucking Shy Guy, rot op. Please gooi 1. Please gooi 1 en blaas jezelf op. Please. Nee! Oh, hij heeft ook nog al die buddies erbij. Laat maar. Hij zou sowieso geen 1 gegooid hebben. Nou, jij ook een sterretje. Dat is prima. Mijn strategie is denk ik voornamelijk bovenlangs lopen. Weer langs dat winkeltje waar we eerder waren. Of tenminste, die gast die munten en sterren voor je steelt. Ik kan gewoon sterren gaan stelen. Dat is denk ik my best bet om nog gewoon een beetje te winnen. Steel gewoon sterren. Voor de rest zou ik heel graag een maatje willen. Shy Guy heeft er gewoon 2. Maatjes zijn fucking chill. Je moet even zo'n dobbelsteen hebben dat je kan bepalen wat je gooit. Dan kun je heel goed op een bepaald blokje komen. En op die manier lekker een maatje krijgen. Dus ja, dat. De volgende ster is... Vertel het me, Toadette. Vertel het me. Oh, daar ben ik echt totaal niet. Ik dacht, ik had gewoon puur liep naar beneden toe in de hoop dat hij dan daar zou komen. Maar kunnen we deze beurt anders opnieuw doen? Dan gooi ik ook gewoon even hoger. Is de ster wel van mij? Ik heb er een beetje een potje van gemaakt. Een potje Mario Party om precies te zijn. Ja, toch? Een beetje balen dit. Even kijken. Heb ik nog iets anders te melden? Wellicht. Kleren zijn altijd heel dichtbij. Het was wel een grappig rechtszaakje van vroeger. Dus een aantal grappige rechtszaken. Er was ooit eens een man genaamd Mark Twain. En Mark Twain was een heleboel dingen, maar hij was onder andere schrijver. Op een gegeven moment is hij, ja, net zoals heel veel mensen die vroeger leefden, overleden. En toen op een gegeven moment waren er 2 mediums. Of media, geloof ik, is het meervoud van medium. 2 van die paranormaal begaafde sukkels. En die beweerden dus dat zij contact hadden met een Mark Twain vanuit het graf. En dat zij boeken schreven namens hem. Dus zo van, hey, nieuw boek. Ik heb het geschreven, maar ik heb gecommuniceerd met de schrijver vanuit het graf. Dat is een redelijk interessant idee. Alleen ja, zijn kinderen vonden het minder interessant. En wilden gewoon heel graag, ja, dat het niet uitgegeven werd. En ja, als het dan toch wel uitgegeven werd, geef ons in ieder geval het geld, weet je wel. Laat even eerlijk zijn.
Ik vond het redelijk interessant iets. Uiteindelijk is er een rechtszaak geweest. Hebben ze in ieder geval het boek nooit echt uit mogen geven. Yes! Oh, ik dacht dat het een bomvakje was. Fuck. Ik wil die bom zien afgaan. En voor mij is het probleem ook, ik loop een rondje. Voor mij, het pad dat ik nu neem, is dat ik gewoon een rondje weer richting die bom doe. Please, Goomba. Please. Please, laat die bom afgaan. We willen het allemaal zien van je momenteel. Doe iets doms. Start die bom. Oh, misschien is dat er eentje, hoor. Yes! Yes! We gaan het zien. Nul. Ja, het gaan allebei helemaal naar de tering. Nice. Very nice. Printscreentje maken voor de thumbnail. Wat, min 4 munten maar? Je bent gewoon al je geld kwijt zeker. Ze hadden allebei gewoon niet zoveel geld. Ja, je raakt al je geld kwijt. Oké. Okay. Ja, in mijn geval had best wel veel pijn gedaan. Misschien is het best wel wijs geweest dat ik opzij ben gelopen. Oeh, een 1 tegen 3 minigame. Ik ben benieuwd. Batman-bommen. Blokkenbombardement. Het valt me op dat ik in deze hele serie nog geen enkele keer dezelfde minigame heb gedaan. Voor mij had de game het gewoon bij. Dat ze je eerst alle minigames een keer laten doen en daarna pas in de herhaling vallen ofzo. Ik heb deze minigame bij Billio gedaan. Het was zoveel makkelijker voor de 3. Als in, ik was echt net begonnen met 2 keer schieten en de 3 hadden al gewonnen. Maar je moet dus allebei een toren omhoog schieten. Ik heb megaballen en zij hebben een heleboel kleine balletjes. Tegen je vrienden ga je dit sowieso verliezen als je de 1 bent, maar er is nu een soort van kans. Leuke muziek alweer, gezelligheid. Robom! Dat was niet echt. Voor een King Bomom had het beter gekund. Zie, ze gaan fucking snel. Waarom duurt mijn laden zo lang? Laat mij ook gewoon onbeperkt spammen. Kijk eens aan. Oh nee, je moet juist. Ik probeer echt zoveel mogelijk dingen tegelijk te pakken, maar in het proces blijven er net. Ah, ze gaan het winnen, denk ik. Ze gaan het winnen. Oeh, het scheelde weinig. En klaar, dat zijn we zeker. Gewonnen! Nice. Ik ga bedanken voor het kijken van deze aflevering van Super Mario Party. Volgende aflevering gaan we lekker verder. Op dit punt. Gaat de game dan meteen beginnen? Hoe pauzeer ik dit? Zo, kijk eens aan. En dan even kijken voor deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Volgende aflevering ben ik terug met meer betoverende gameplay. Waarschijnlijk gaat alles weer helemaal naar de tering toe. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van Super Mario Party. Even kijken. Doei!